Ja, hallo en welkom bij een nieuw iets wat we op mijn kanaal gaan doen. Namelijk Akinator. Akinator, ja, ik weet niet hoe ik het moet spreken. Dit is een nieuwe serie komt hier van op mijn kanaal. Ik heb natuurlijk nieuwe series van mijn game op mijn kanaal. Maar Akinator, dat heb ik gezien bij Dagelijks AD. En dat vond ik best wel leuk. Dus ik denk dat laat ik ook eens een keer doen. Maar zal ik eens even te kijken hoe we het eerst gaan doen. Dus, laat ik eerst gewoon even inloggen. Zullen we gaan eens eerst even. We gaan eens eerst even spelen. Schuilnaam, ja. Zo, daar is Fred doen. Fred. Het is 23 jaar oud en het is een man. Zo, dat spelen. Nou. Maar, op basis hier leef je personage in hetzelfde land als jij. Maar jongens, wie gaan we zoeken? Wie? Ik weet het alleen. Dus zullen we dus David Games zoeken? Terwijl David Arms. Ja, dat lijkt wel leuk. Wacht even. Jongens, want ik ben bezig. Oh, zijn bewegen. Dus ik heb dus de andere games. Nou, volgens mij kan ik het beter zwart doen. Het moet gewoon zwart zijn. Nou ja. Hier zien we het in ieder geval. We zoeken dus de andere beeld. Nou. Dat is maar beginnen dan, hè. Ik heb hier zitten niet. Oh, shit. Wacht, het moet groot. Het moet zwart. Wacht, een zwart, joh. Ja. Misschien kan je er wel weer even in, hè. Even kijken. Tekst. We zoeken dus eigenlijk games. Zoeken dus daar de games. Schermstreep of David Hans.
Okay. Dus kan ik het ook hier inzetten. Dus ik zet hem gewoon hier. Oké, okay, nu spelen, kom op. Leef je personage in hetzelfde land als jij? Ja. Wordt je personage bekend door het internet? Ja. Speelt je karakter in The Kingdom? Ik denk dat hij nu al door heeft, jongens. Ja, hij speelt hem toe. Is je personage een vrouw? Nee. Zit hij bij Kingdom in... Ja, dan heeft hij nog een stem. Zit hij bij Kingdom Entropia? Ja. Heeft je personage slechts één oog? Nee. Heeft je personage meer dan 100.000 abonnees op YouTube? Ja. Is je personage natuurlijk blond? Natuurlijk, wat zegt Nederlands als dit, hè? Nee. Denk ik niet. Nee, ik denk niet. Denk ik niet hoor. Eens kijken. Ja, is David blond? Nee, dat is het. Ja, hij heeft hem al, jongens. Kijk. Ik denk aan David Harms, YouTuber, dus David Games. Ja. Ik hou ervan om mee te spelen. Oké, jongens. Wat gaan we nu doen? Laten we. Dat we dagelijks al deden. Ja, dat moet ik ook goed idee. Even kijken. Dus ik ben. Dus ik bedoel, ik zeg, hé. Nederland, knol. Zo, dan schrijven we weer die balk. Hop, zo. 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 Oké. Ik denk het wel, ja, ja. Daar goed zou ik een rol met Kingdom. Nee, ik denk het niet. Speel je nou een wat? Ik weet niet eens wat het is, dus ik weet het niet. Personage uit Nederland. Ja hoor. Is hij een koning? Nee. Kun je karakter in de Kingdom? Ja. Is je personage een godin uit de Kingdom? Is je personage een godin uit de Kingdom? Ik weet het niet. Is je personage een vrouw? Nee. Is hij de koning of hertog in de Kingdom? Nee, zit je karakter in de Kingdom Borg? Weet ik niet. Heb je personage een bekende broer? Ja. Is het familie van een YouTuber? Ja.
heeft de personage krullend haar? Weet ik eigenlijk niet. Ik moet even opzoeken. Even kijken, die lange knol. Nee. Draagt je personage een bril? Nee. Hoort je personage bij Tails? Weet ik niet. Heeft je personage een broer of een zus? Ja, hoor. Nee, is niet goed. Ja, oké, het is Enzo Knol, maar... Nee, dus ik ben toch echt de dagelijks AD. Nog een keer. Volgende? Ja, dit is volgende. Komt je personage... Kent je personage jouw persoonlijk? Nee. Is je personage Nederlands en YouTube parodie maken? Ja. Heb je personage lang haar? Nee. Heb je personage zwart haar? Nee. Rookt je personage? Weet ik eigenlijk niet of niemand meer rookt. Nederland knol rookt of niet volgens mij. Nederland knol. Ja man, hij rookt. Ja, hij heeft gerookt. Weet je wat, ik doe gewoon waarschijnlijk wel. Heeft je personage met een zwaard? Nee man, denk jij. Speelt je personage Battlefield Heroes? Ja, ik denk het wel. Speelt je personage in Galaxy? Weet ik niet. Heeft je personage iets te maken met... Ja. Heeft je personage rood haar? Nee. Draagt je personage kleding? Ja. Bouwt je personage dingen? Ja. Draagt je personage meestal een kap? Een kap? Wat doet hij? Oh, een cap. Oh, weet ik niet. Is het personage dik? Nee. Heeft je gehad iets te maken met Epic? Ja, nee. Rijdt je personage met een auto in een spel? Ja. Komt je personage uit GTA 5? Nee. Boort je personage tot het lukken in een gewoon spel? Nee. Is je personage gelinkt met sport? Nee. Met een 35 vragen, jongens. Oh. Mijn personage gelinkt met sport? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Werd je personage bekend door het internet? Ja. Zit hij bij Kingdom Entropia? Ja. Is je personage een dubbel D-kanaal? Nee. Is je personage een sportman of een sportvrouw? Nee. Is je personage een zanger of werkt je personage samen met een zanger als tekst? Nee. Is je personage in jouw huis gewoond? Nee. Ik denk aan dit is Milan. Ja, oké. Okay. Ja, het is wel goed hoor. Het is dagelijks AD, maar dit is Milan is ook goed. Oké. Okay. Nou jongens. Leuk hè? Zullen we er nog twee doen? Ja. Okay. Oh, dat kan ik anders doen. Oké, dat is goed. Oké, we gaan deze keer doen. Deze keer pak ik. Deze keer pak ik Frans Bauer en een andere. Frans Bauer. Zoeken. Frans Bauer. Oké. Oh, wacht, zijn we werken. Frantje Bauer. Zoek een Frantje Bauer. Zo waar ik zo, hè? Nu moet ik hier. Ik zet het hier, ik zet het hier wel. Oké. Okay.
zijn we weg, dat moet ik wel even. Nee, nog niet. We zoeken voor een gebouw, hier staat het. Klaar. Oké, dan gaan we weer. Nee, dat is goed. Zie ik wel nog een gebouw in de king doen. Nee. Dus het personage is hetzelfde land als jij. Ja, dat wel. Het personage is bekend van YouTube. Nee. Kent je personage? Nou. Ja, ik weet niet of het bekend van YouTube is. Ik speel echt opnieuw. Nee, ik moet gewoon in de kring zitten. Ja. Waarschijnlijk wel, want ik heb het ook niet, ik heb het op internet. Nou. Zeg toch nee. Ik personage jou persoonlijk. Nee. Is personage vrouw? Nee. Is personage zanger? Ja. Is personage rapper? Nee. Is personage momenteel niet meer 40 jaar oud? Ik weet het niet. Is personage een bril? Nee. Is personage kinderen? Ja. Is personage krullen? Nee. Is personage dik? Ja. Is personage een zoon? Ja, denk ik. Is personage dood? Nee. Is personage een paard? Nee. Leef je personage samen met de vrouw? Ja. Nee. Nee. En ja. Ja. Yay, je hebt het goed. Oké, jongens, we doen er nog eentje. Waar is die? Oh ja, lol. Kennen jullie zangerines? Nee? Hou die eens gewoon even opzoeken, dan weet je hoe raar die is. Oké, kom. We gaan eens even tekst proberen. We zoeken. We zoeken. De zanger. Prins. Dat is leefbaar, of niet? Wat zat er van hier? Spelen of nee, dat zit ook niet in. Hey, hey. Niet zo snel, ik weet het niet. We zijn de koning. Waarschijnlijk totaal niet. Nee. Is het personage niet in de YouTube game? Nee. Is het personage in hetzelfde land? Ja. Ja. Is je personage een man? Ja. Is je personage bekend door het internet? Ja. Is je personage een Minecraft? Nee. Is je personage een zanger? Ja. Is je personage een rapper? Nee. Is je personage dik? Ja. Is de persoon geliefd? Weet ik niet. Is je personage bekend van YouTube? Ja. Ja, echt dat gewoon goed, joh. Ongelooflijk. Oké, jongens, nou. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zal even zeggen. Dat ik het ook heel leuk vind. Nou. Dit is dus. Akinator. Dit is Akinator deel 1. Natuurlijk komt er ook nog deel 2 en deel 3 en deel 4 en deel 5 en deel 6. Misschien wel 10 delen. Maar in ieder geval, dit was deze video. Dit was Akinator. Met onder andere met dus David Games. Met Dagelijks HD. Met Frans Bauer. En Zanger Ines. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog, een reactie en niet te vergeten te abonneren.
Dan zou ik zeggen tot de volgende video. Doei. Bye. Tot de volgende video. Doei. Doei. En laat me weten of je dit leuk vindt. Houdoe.